Zone Kruppeland. Hij gaat naar de 40 seconden. De handjes gaan hier al op elkaar, want er is er eentje in aantocht. Op de piste binnenrijden, dat is het Walhalla. Jongens, dit moet binnen pretjes spelen. Zalig geluk ook. Voilà. Hij hoort Manjas. Hij weet nu dat daar de verlossing komt. Voelt al, met al zijn ervaring, in zijn 8e beurt hier in Roubaix, dat het binnen is. Hij stak daar even zijn handje op. Even een gebaar en dan rechts opdraaien. Een ovatie. En nog geconcentreerd blijven. Niet onderuit schuiven. Onverwoestbaar, onwrikbaar, mentaal oersterk. Dat is niks tussen te krijgen, tussen die oren. Niemand maakt hem kapot, niemand. En Bonen hoort de bel en dan weet hij het. Nog één ronde en dan ga ik genieten als zelden tevoren. Kippenvel, dames en heren. Echt kippenvel. Dat een goede 300 meter, daar het vingertje. Het vingertje van de vreugde. Ik alleen. Komt hij daar Bozzato nog eens tegen? Vinger van de vreugde naar de supporters, naar de begeleiders, het management. Daar wil ik in die vorige bocht. Kan het niet geloven, maar heeft deze wedstrijd gemaakt. Heeft alles kapot gereden. Optimaal geprofiteerd. En gaat het hier glansrijk afronden met een laatste sprintje. Daar komt hij. Wil alleen op de foto staan. Wil alleen op de foto staan. Ik het Tom Bonen. Kampioen, keizer van de kasseiwereld. Derde keer Parijs-Roubaix. Schitterend. Hij had het nog mooier kunnen maken. Had zich in het wiel van Pozzato moeten zetten. Als shadow. Mooi van Pozzato. Mooi van Pozzato. Op naar een tweede plaats. Pippo uit San Drigo. Dat moet je hem dan toch weer geven. Pozzato. De laatste opponent. De laatste die het vertikte, aanvankelijk toch om te breken. Stijlrijk als altijd. Maar misschien net iets te schoon voor Parijs-Roubaix. Kijk naar het gemiddelde. 41,3 met tegenwind. Pozzato tweede. Uiteindelijk op 46 seconden. In een koers. En dan ben ik eens benieuwd naar dat spurtje. Op hoeveel lengte Hushovd ze zal zetten. Van Summeren gaat aantrekken. Hushovd in het wiel. En dan Hoosten. Hoosten die nog even inhoudt. Hushovd die omkijkt en probeert op te vangen. Nog altijd niet aanzet. Maar Hushovd gaat zich hier toch niet laten vloeren voor die derde plek zeker. Oh nee. Alhoewel, Hoosten komt nog. Hoosten probeert nog. Hushovd op kop. Hushovd op kop. Maar Hoosten weet dat het onbegonnen werk is. Hushovd 3, Hoosten 4. Van Summeren 5.